als je gefusilleerd werd, dan zag je de zon niet meer opgaan. En toen ging om 4 uur, werd er overal op de deuren gebonst. Aufstehen, aufstehen. Toen dachten wij, nou is het gebeurd, jongens. Nou is het gebeurd. De party is over. Ik ben 4 keer verhoord. Eerst door zo'n mooie blonde Germaanse. Wat me overigens helemaal niks zei. En toen door een hauptschaafvuurder, Kramer. Ik ken zijn naam nog. En toen ik maakte promotie. Toen kreeg ik 2 keer een obersturmvuurder. Herr Ortmann. En ja, die vroeg het hem van je gat natuurlijk. Ik zei, ja, ik hoef jullie eigenlijk niks te vertellen, want jullie weten alles al. En die Kramer die had vroeger van die leren schooltassen. En daar zat zo'n ijzeren beugeltje aan de binnenkant. Hè? En die Kramer die liep maar langs mijn oren te zwiepen zo met dat ding. Hij sloeg me niet hoor. Maar zo er vlak langs. Hè? En ik had me nog als de dag van gisteren, wens ze die waarheid niet gezegd hebben, bekommen ze die prügel van Jan Jongerhund. En zo ging dat. En ja, toen was dat allemaal afgelopen. En toen kwam in juni kwam het proces, 4 dagen. We hebben allemaal een groot nummer voor de borst. Es werden veroordeeld. En we waren met 51 man. Dus die zaal die zat zo'n beetje aardig vol. Es werden veroordeeld. Daar begon hij allemaal mijn namen voor te lezen. En ook die van mij dus. Maar op het eind. Wegen spionage und sabotage zum Tode. Und rechtsmittel gibt's nicht mehr. Dat wil zeggen, je hoeft er geen open hoger beroep meer aan te tekenen. Het was over en uit. Er was een zekere varkenvisser en dat was een onverschillige rouwdouwer. En dan mocht je het laatste woord zeggen. En die ging staan en die zei kaarsrecht op, ik vergeet het nooit. Ik heb gespeeld, ik heb verloren, ik werd het zalen. Knap hè? Dat vind ik ontzettend knap. En toen gingen we naar boven, en toen werden we naar de dodencel gebracht. En toen liep hij zijn handen te wrijven of hij de staatsloterij had gewonnen. Zei die jongens, daar kun je nog lang en kort over horen, maar laten we maar een potje gaan kaarten. Ja. En daar zaten we met z'n vieren Bredana's aan kap. En een Wim van Krimpen en een Jos de Schepper. En wij waren met z'n vieren samen nog geen 80 jaar. En de Duitsers die noemden ons de kinderstuben. Ja, ja, ja. Je kunt er nou om lachen, maar. Nou, en toen hebben we daar nog 5 weken gezeten. Tot 29 juli. En toen zijn we met bussen naar Anraad vervoerd. En daar heb ik een week of 5, 6 helemaal op mijn eentje gezeten. Dat is een geestelijke marteling hoor. Dat is gewoon een geestelijke marteling hoor. Daar heeft niemand ook maar enige voorstelling van. 5 september 1944 zijn we doorgevoerd naar het zuchthaus Remscheid-Lutringhausen. En daar heb ik eigenlijk ja, de naaste tijd mee beleefd. Je verrekte van honger. Niet te beschrijven. Niet te beschrijven. En daar zat hij na zijn ene droge boterham, zat hij over zijn buik te wrijven. Want er was, die zat vol met humor. En daar zat hij over zijn buik te wrijven. Hé, zei hij dan, het was weer veulen, het was weer lekker. Ja, ja, die heeft mij moreel eigenlijk erbovenop geholpen. Ja. En hoe heette hij? Huisson, Ad Huisson. Want Dick Hofman, die vriend van mij, die was een maand voor de bevrijding overleden. Van de honger. En Ad en ik, die bleven op die cel slapen. Dat was een slaapcel. En we moesten iedere dag naar de overkant, want daar stond een weefapparaat. Hij had er een en ik had er een, allebei apart in een cel. En dan moesten we stof weven uit een soort ja, plastic draden waren dat. En die moest je dan met een bezem moest je die een beetje vochtig houden om het soepel te houden. Maar je mocht ook niet te nat maken, want dan braken ze makkelijk.
Dus wij stonden maar met onze uitgeteerde lichamen en er stonden vier voetpedalen. En dat maakte het patroon uit natuurlijk. En dan moest je die voetpedalen en je kon niet meer van honger. En in Duitsland is het zo gebeurd, in Lüttinghausen. En daar heb je het weer, wat is in een naam? Dat was de directeur, Herr Dr. Engelhardt. Engelhardt. En toen we daar binnenkwamen, toen werden wij stuk voor stuk bij hem geroepen. En dat was een redelijk nette kerel. En die vertelde dat, zo'n beetje dat het hem toch wel speet, maar dat hij er ook niks aan kon doen. En dat hij toch zijn best zou doen om het ons zo goed mogelijk te geven. En op een gegeven ogenblik, dat was 1 en 2 april 1945, dat was op Pasen. Toen kwamen die Amerikanen bij Wesel en bij Remagen over de Rijn. En dat was een operatie, daar moet je diep je pet voor afnemen. Die zijn erover getrokken over de Rijn en die met een grote tang hebben het hele Ruhrgebied ingesloten. En daar zaten wij ook middenin. En er was dus helemaal niks meer. En toen, op het laatst, toen kwamen er nog SS'ers de gevangenis binnen. En die kwamen voor ons. En die moesten ons terechtstellen. Hoorde ik later, dat wist ik op dat moment natuurlijk niet. En wat heeft die Engelhardt gedaan? Wij zaten daar midden tussen de Duitse misdadigers in. Die heeft een gelijk aantal van ons aan Duitse misdadigers meegegeven. Want het was natuurlijk een enorme chaos doordat dat Ruhrgebied ingesloten was. En die hebben ze meegenomen. En die hebben ze in de sloeg bij Düsseldorf, hebben ze die doodgevonden. En dat was ons lot geweest. En dat speelt mij ook nog steeds door mijn hoofd. Hè? Dat ik het heel erg vind dat er iemand voor mij in de plaats is gegaan. Hè? Ja, en dat meen ik hoor. Wij hadden allebei, hadden we seinen geleerd. Morsen. En dan, nou, hoe dik waren die muren, ik weet het niet. Maar je hoorde hem met zijn nagels. Hè? Want dat is een streep en dat is een punt. En dat is een streep. En dan riep hij me op en dan zei hij, want er stond een tafel, die waren hele grote ramen. En het bovenste gedeelte was blank glas, het onderste gedeelte was mat glas. Met hele dikke tralies buiten. En zei die, kom, je moet eens op tafeltje gaan staan, je moet eens naar buiten kijken. En dat deed ik. En je zag daar, hij zegt, wat ik nou zie voor rare dingen. En ik ging kijken, ik zag ook hele rare dingen. En die had ik nog nooit gezien, en dat waren jeeps. En een paar tanks. En toen zei hij, nou duurde het niet lang meer. En toen op een zondag 15 april, toen ging ineens de deur open. En toen stond er zo'n grote cowboy voor de deur. Ja. Ja. Ja, wat zei hij? Ja, ze zijn free. You are free. Nou, ik woog 80 toen ik erin ging. En ik woog geen 40 meer toen ik eruit kwam. Maar toen heb ik 3 keer die CT gehad van die Amerikanen. Die kwamen met die grote blikken met varkensvlees, met rijst. En ik maar plat op z'n hollen. Ze zei vreten. En dat was hartstikke vet en dan kon die maag niet meer hebben. En iedere keer begon het weer opnieuw. Want ik kreeg een enorme bloedspuwing. Die hele witte pot die was gewoon compleet rood. En toen ben ik naar de ziekenafdeling gebracht. En na een dag of wat, dat was 15 april. 8 mei was de oorlog afgelopen. En 5 mei was de oorlog afgelopen en 8 mei werd ik in een Amerikaanse ambulance aan het ziekenhuis in Roermond gebracht. Want ik kon niet meer op mijn poten staan. En dan ben ik door 2 broeders in bad gedaan, want ik was totaal vervuild. En toen naar de röntgenkamer. En daar moet ik nou vreselijk om lachen, maar ik vergeet het ook nooit. Toen kom ik daar binnen, toen zegt die röntgenoloog tegen me, oh, zegt hij, voor jou heb ik geen apparaat nodig, ik kan zo wel door je heen kijken. Ja, het is eigenlijk een wonder, hè. Het is eigenlijk een wonder, want ze dachten niet, daar bleef het er natuurlijk achter, want ik werd met voorrang een beetje behandeld. En die dachten dat ik niet meer levend in Nederland zou aankomen.
Echt niet. Mijn vader die had eens gehoord dat ik naar Nederland gebracht was. Ergens een ziekenhuis in Limburg. En die kende de oude Leendert Vriends goed. De hele familie Vriends kende die goed. En die is naar Leendert toegestapt. En je had toen in dat tijd in Breda had je een familie van Oers. En die hadden 2 ambulances. Dat was de hele dienst in Breda. En die was naar Van Oers toegestapt. En die zegt, wil je voor mij naar Limburg rijden? Met mij, om mijn zoon te zoeken. Ja, dat willen we wel, maar we hebben geen banden. Toen is mijn vader naar Leendert Vriends toegestapt. En die zegt, Leen, zo en zo. Leen zegt, je kan van mij banden krijgen, maar 4. Geen reserveband. Nou, dat is prima, zegt mijn vader. En die is gaan rijden. En die heeft mij ook wonder gevonden in het ziekenhuis in Roermond. Na een paar andere ziekenhuizen geïnformeerd te hebben. En die heeft mij acuut meegenomen terug. Wat gebeurt er vlak voor Tilburg? Lekker band. Ja, en wat doet die Van Oers? Die zet die ambulance aan de kant. En die gaat dat wiel eraf halen. En die buitenband hartstikke vol houden met gas. Grappelijke gas. Helemaal vol stampen. En toen de weer omgelegd. En zo ben ik in Breda gekomen. In het Wilhelminapark. En ik moest eigenlijk naar een sanatorium. Want ik was zwaar ziek. En mijn vader en moeder zeiden, nee, daar komt niks van in. Hij is zo lang weg geweest. Wij gaan hem verzorgen. En ik kom hierboven te liggen. En toen heb ik maanden boven voor het raam gelegen. En ik werd vet gemest. En ik kreeg 2 keer ontbijt. En dan kwam mijn vader, die kwam boven het ontbijt brengen. En dan zei hij altijd, stevast, beneden is het volkslogement, boven is het hotel. Ja. En er waren doktoren bij, waar ik later nog wel eens op controle kwam. En dan zei ze, jij hebt je beter gevreten. En toen ben ik naar het avondlyceum gegaan. Dat was toen net begonnen. Vlak tegenover ons, in het Onze Lieve Vrouwenlyceum. En daar heb ik dus mijn HBS gehaald. Ik wilde bij de politie afgekeurd. Ik wilde in dienst afgekeurd. Ik wilde piloot worden afgekeurd. Nou ja, mijn vader zat in de verf. Toen ben ik ook maar in de verf gegaan. En dat heb ik volgehouden tot 465. En ik bleef regelmatig toch nog wel onder controle. Maar toen ben ik psychisch helemaal in elkaar gestort. En dat is heel gek, dat is bij al die mensen na 20 jaar. Pats. En toen was het afgelopen met de pret. En toen heb ik een pensioen van de Stichting 4045 gekregen. Van de Buitengewone Pensioenraad. En dat is dan op zekere zin natuurlijk een prachtig vangnet. Daar zeg ik niks van, daar ben ik ook dik tevreden mee. Maar aan de andere kant is het ook een... Ja, je wordt een beetje buiten de maatschappij geplaatst, hè. Je staat ineens... Ja. Nee, hoe oud was u toen u dat pensioen kreeg? Nou, toen was ik 40 jaar. En uw vrouw? En die heeft mij geweldig opgevangen. Want ik had wel eens buien, hoor. En daar heb ik eigenlijk... laat ik het maar zo zeggen, grote bewondering voor gekregen voor haar. Die buien, als ik dat mag vragen, waar was dat depressiviteit? Nou, of... deels. En ook wel agressiviteit. Dat kun je toch niemand vertellen. Dat heeft je leven zo doordrongen. Dat is onvoorstelbaar. Ja.